Pas nog even de gelegenheid geven om dit project nog even hier in te zoomen van het, de nut en noodzaak voor de ICL. Ga ik doen. Ik ben gast van de Vlinderstichting en ik neem direct een vlinder mee als eerste. En je had de cursus gevolgd, dus jij weet welke vlinder dit is. Dagpauw. Juist, de dagpauw. Ik heb een vlindercursus gegeven, 2 jaar geleden al hier. Dus die mensen weten het wel. Dagpauw, ook een van de vlinders waarmee dit jaar hing. Slecht in de waarschijnlijk heel erg voor een deel afkomstig van het hele warme en droge jaar wat we vorig jaar hadden. Maar natuurlijk niet alleen, want het is al veel meer bekend over de achteruitgang van insecten al jarenlang, decennia lang. En die vlinders zijn ook insecten en die gaan erg hard achteruit. Komt door allerlei oorzaken, onder andere natuurlijk het buitengebied en de intensieve landbouw aan mee te maken. Zeer efficiënt, zeer veel productie leverend, maar voor vlinders en voor andere insecten is dit natuurlijk een totale woestijn. Te halen. Stedelijk gebied, op zich goede kans voor insecten en voor vlinders, maar heel veel in het stedelijk gebied is groen. En er wordt wel eens gezegd, en trouwens zijn er ook meer groen in de stad. Ja, dan zijn er meer kleur in de stad. Want groen is groen en daar biodiversiteit helemaal niks aan. Als er op een verbod wordt, ook, vind ik het ook prima, dan mag het ook lekker kaal gemaakt worden. Maar al die plekken waar niks mee gebeurt, nectar nodig, bloeiende planten waar ze nectar uit kunnen halen. Die bijen hebben ook nog heel veel stuifmeel nodig om aan hun jongen te voeren. Nou, zonder bloemen geen stuifmeel en dat is een groot probleem. Vandaar het project Idylle. We zijn nu vanaf 2013 bezig en dit is zo'n beetje de 100ste Idylle die in Nederland wordt aangelegd. En de ondertitel van Idylle is bloemen voor vlinders, bijen en mensen. En heel nadrukkelijk alle drie even belangrijk. Er moeten plekken zijn waarin dat mensen langs kan. Nou, hier bij het ontmoetingsplein, mooier kun je niet bedenken. Om daar een idylle aan te leggen. Voor vlinders, en dan vooral voor die graslandvlinders. Die vlinders, zoals dit Icarusblauwtje, die vroeger overal in alle boerengraslanden zaten. Want alle boerengraslanden waren gewoon bloemrijk grasland. De bermen, nou, allemaal bloemrijk. Nou, inmiddels, bloemrijke graslanden zijn bij de boeren niet meer te vinden. Bermen worden half juni nog wel gemaaid. En dus hebben deze vlinders, de blauwtjes, de zandhoogjes, oranje tipjes. Die graslandvlinders hebben het vreselijk moeilijk. Nou, daarvoor zijn die idylles bedoeld. Bloemrijke plekken voor de graslandvlinders. En voor bijen. Uiteraard voor de honingbij. Die heeft het ook moeilijk. Maar die wordt ongelooflijk vertroeteld door zijn imker. En die imkers, kijk, een klein koolwitje. Echte vlinder. Maar vooral ook de wilde bijen. We hebben 358 soorten in Nederland. Eén daarvan is die honingbij. De rest is allemaal wilde bijen. Die wilde bijen moeten het in hun eentje doen. We hebben geen imker, maar die hebben ook niet een volk om zich heen. Die moeten het echt in hun eentje doen. We hebben dus heel veel bloemen dicht bij elkaar nodig. Om stuifmeel te verzamelen en heel veel van die bijen. En echt een voorkeur voor bepaalde bloemen voor die stuifmeel. En dus vandaar dat je in een idylle ook probeert zoveel mogelijk verschillende bloeiende planten te krijgen. Zodat heel veel bijen zich daar goed thuis voelen. En even voor de duidelijkheid, dit is niet margriet. Dit is een madeliefje. Dus het is echt een heel klein, schattig bijtje. En je snapt als deze naar het volgende madeliefje vliegt met zijn buik vol met stuifmeel. Ja, dat is de bestuiving optima forma. Dus voor de vlinders, voor de bijen. En hommels horen ook bij die wilde bijen. Zijn wat makkelijker, die zullen het eerste jaar er al heel veel zijn. Die andere bijen hebben even tijd nodig om hier te komen. Zijn wat specialistische vlindersbijen, maar echt nadrukkelijk ook voor de mensen. Hier het pad wat er mooi langs loopt, iedereen kan ervan genieten. Er komen hier veel mensen in Goudse Hout en daarom is het een ideale locatie voor een bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. En ook, als de bloemetjes geplukt worden, geen hek eromheen, geen schrikdraad, geen prikkeldraad, gewoon. Voor de mensen, als die kinderen bloemen willen plukken, er moeten zoveel bloemen zijn zometeen dat het geen enkel probleem is. En het is toch fantastisch als ze met een mosje bloemen thuis komen. In plaats van dat ze alleen maar achter een telefoontje aan het tikken zijn. Dus idyllis voor vlinders, bijen en mensen. En we gaan hier zometeen samen een inzaaien. Ja, dankjewel. We zijn inderdaad heel blij met de Vlinderstichting die dat... Dat mengsel.